We pakken hem weer op. Dit is de uitzending over de dagboeken van Anne Frank. En dan uitzending nummer 3. En hier kijk je naar de Wikipedia pagina van een meneer die heet Otto Frank. En dat is de vader van Anne en Margot. Ik heb hier een boek in handen en ik heb een aantal pagina's gescand. De dagboeken van Anne Frank. Daar gaat het om. Moet ik hem zo hebben? Kijk, de Holocaust is al... Ettelijke jaren geleden. Dus jullie hebben wel even de tijd om naar mij te luisteren. Volgens mij zit er een dubbele scan in. Ja, ik wil zeker. Dat maakt niet uit. Dit is de eerste stuk tekst van het boek zelf. Het is een uitgave van de Staatsuitgeverij in Den Haag. En ook uitgeverij Bert Bakker. Als je na deze uitzending begrepen te hebben nog een boek koopt van Bert Bakker, is dat hopelijk alleen in de tweedehandswinkel. Dat was een grapje natuurlijk. Hè? Dus copyrighted dit boek. In 1986 door dat slachtofferfonds, maar dan in Basel, Zwitserland. Wel belangrijk om dat even in de gaten te houden. Zwitserland is belangrijk. In het grote geheel. En ook nog een copyright van het RIOD. En dan heb je hier uitgeverij Contact. En dan hier ook nog een copyright van, ook in Basel, Cosmo Press. Oh, van de foto's. Ja, oké. Okay. Een beetje vage scan. Volgende keer iets harder drukken op de bovenkant. Dit kunnen jullie denk ik wel lezen. De eerste druk is in 1986. Er waren 10.000 exemplaren. En de tweede druk was in, de eerste druk was in mei 86, daarna in juni waren 5.000. En daarna in augustus waren er weer 5.000. Ja, welke druk dit nou is, dat weet ik niet. Misschien zo wel tegen. Misschien die vorige dat het daarop staat. En welke druk is dit dan? Oké, het moet dan de derde druk zijn. Oké, dit is de derde druk. Ja, zoals het is. Dit is de druk van augustus 1986. En dan zie je hieronder dus het magische ISBN-nummer. Dus dit boek heeft twee nummers. Het ene nummer is van de staatsuitgeverij, dat is dit nummer. En het andere nummer, dat is een ander nummer, zie je dat? Hierboven staat een 5 en hier staat een 4. Dus iedere uitgever heeft zijn eigen nummer. Ja, dat is gewoon zo klappen. En of ik dit boek nou heb van de staatsuitgeverij of van Bert Bakker, ja, dat weet ik ook niet hoor. Moet ik dat weer gaan controleren. Nou, dit is dus een woord vooraf nummer 7. Ja, het zal wel. Woord vooraf nummer 7, ja. En dan heb je hier een quotering. Best wel een beetje vreemd taalgebruik hoor.
zo'n tekentje staat hier nou, zo'n sterretje. En dan puntje, puntje. Komende van Frankfurt aan der Main. Hier een streepje achter, 1 of zo. De arrestatie, het verraad. Gevangenschap en deportatie. Het achterhuis en de vertalingen, 69. Zal wel kloppen. Het toneelstuk, oké, dus de dagboeken. Die beginnen op 69. En op 91 eindigt dat. Zal wel. En dan krijg je dus hier waar het begint. Want dat heeft, we hebben het hier over een boek van 700 pagina's of zo. En dit hele wat hier allemaal staat. Daar gaat het natuurlijk niet om. Dit zijn interpretaties. En woord vooraf nummer 7, ja. Wat moet ik met een woord vooraf nummer 7? Pagina 7. Waarschijnlijk klopt het wel. Even kijken wat er hieronder staat dan. Maar dat kan ik niet, misschien is dat niet goed gescand. Dat kan ik ook weer gedaan hebben hoor. Nee, hier staat geen nummertje onder. Maar goed, dat zal wel kloppen. We pakken hem gewoon verder. Dit is hetzelfde. Ik heb gewoon dubbel gescand, niks aan de hand. Hier begint hij. Hier kan je zien wat de dagboeken zijn, toch? Ga maar tellen. Hoeveel dagboeken zie je hier? Ik zie... hier zie ik een dagboek. Zo. Ja. Dagboek 1. Nou, dan moet je een beetje van onder naar boven lezen, maar ja, hier zie ik verder niet echt. Dit zijn meer datumaanduidingen. Ja, dit zijn allemaal datumaanduidingen. En maar hier heb je wel twee. Oh, wacht eens even hoor. Dagboek 1, dagboek 2 en dagboek 3. Hey, ja, dan snap ik hem. Dagboek 1, dagboek 2, dagboek 3. Heb je hier losse vellen. Die losse vellen, die waren toch bedoeld om daar een boek van te maken. En die zijn, oh, die zijn beland in versie B. En hebben we daarboven versie C. Dat is het achterhuis. Hoeveel dagboeken hebben we nou gehad? We hebben dus hier versie A, B, C. Oh, sorry. Ja. Dit zijn er toch 3, of niet? Ja. Maar hier, even kijken of ik die datums erbij kan krijgen. Maar hier heb je dus al die datums. Heb je dus ook 3. Dagboek 1, 2, 3. En dan hier heb je nog die losse vellen. Maar die hebben dan, ja, wat voor schema is dit? En wat doet, kijk, deze lijn. Deze lijn, hè? Wat doet die dan? Wat voor functie heeft die lijn? Een onderscheid te maken tussen 1943, wat hier staat,
en 1944. Dat maakt deze lijn toch ook wel duidelijk. Wat doet deze lijn hier? Dit is holocaust-ontkenning. Grapjes maken over dingen die helemaal niet leuk zijn. Maar laten we goed onthouden dat we dus versie C, versie B en versie A hebben, die dus ondersteboven staan genoteerd. Hè? Want hier staat C bovenaan en B in het midden en A onderaan. Terwijl zo dadelijk krijg je A, B, C en is het wel A, B, C. Goed weten wanneer je voor de gek gehouden wordt. Dat er Joodse mensen ontzettend geleden hebben onder dit verschrikkelijke regime van de paus. Dat is duidelijk, hè? Geen twijfel over mogelijk. Maar er onzin over gaan lopen verkondigen. Ja. Wat is dat dan? Hè? Oh ja, nog even terug naar die vorige. Wacht even. Als ik deze nu draai, kun je de tekst lezen. Kijk, hieronder staat schematisch overzicht van de verschillende versies van de dagboeken van slachtoffer. Ja, en dat is alles. En wat betekent het schema nou? Ja, en daaronder krijg je gewoon tekst. Alle kasten bleken doorzocht. Op de grond lagen boeken, papieren en lololololololol. En hier staat aldus Miep. Ja, ik wil eigenlijk gewoon weten, wat houdt dit schema nou in? Ik snap het gewoon echt niet hoor. Ook dit hele witte blok. Ja. In 1943 is er dus helemaal niks geschreven. Het is allemaal blanco of zo. Ja, ik snap het gewoon niet. Ik begrijp het niet. Ook dit blokje. Wat is dit blokje? Ik weet het echt niet hoor. Het achterhuis. Laten we even naar de volgende pagina gaan. Dan krijgen we hetzelfde ding nog een keer uitgelegd. Dus hier. A is dagboeken 1, 2 en 3. B is de losse vellen. En V is verhaaltjesboek. Oké. Dat is door Otto Frank samengevoegd. Door meneer Covern is het geredigeerd. Door Isaac Kouvern is het opnieuw geredigeerd. Toen is het geredigeerd door uitgeverij Contact. En die heeft daar dat boekje Het Achterhuis van gemaakt. Maar via een schotelantenne, die je hier ziet. Een schotelantenne is een pijltje. Het is een parallelepipedium of zo. Het is een wiskundige vorm. Het is een vierzijdig ding. Maar het is geen rechthoek. En ook geen parallelogram. Hij zelfs nog een beetje. Ja, hij heeft echt dubbel, vier dubbelo scheef. Het is gewoon een vierhoek, meer niet. Het zijn gewoon vier hoeken. En het zal wel een juridische term zijn van de staatsuitgeverij. En
En toen kwam dus dat wat de uitgeverij Contact dus had gewijzigd van Isa Kauvern. Dit is Isa Kauvern. Die had dus deze gemaakt. En toen heeft uitgeverij Contact heeft hem gewijzigd. En die is dan via de schotelantenne terechtgekomen bij The Diary in 1952. Maar dat was deels. Want ook het Achterhuis is gepubliceerd. En het Achterhuis is natuurlijk ook bij de Diary terechtgekomen. Maar het Achterhuis, dat is niet in Das Tagebuch terechtgekomen. Daar is geen sprake van. Das Tagebuch, dat kan je hier al zien, dat is gewoon direct van Isa Kauvern, typescript nummer 2, dat is direct naar het Das Tagebuch gegaan. Ja, terwijl er dus hier is het eerst gewijzigd door uitgeverij Contact. En die heeft er een boekje van gemaakt. En dit is dan weer via de satellietschotel. Ja, dus de diary en le journal. Le journal, hè? Dus dat is Frans voor dagboeken. Ja, die zitten dus een beetje tweedehands informatie. Nou, wat zeg ik tweedehands? Derdehands. En trouwens, ik wil eigenlijk gewoon dit gewoon wel zien. Laat dat gewoon zien. Wat staat er eigenlijk? Maar haar vader die heeft besloten om dat allemaal eventjes te gaan redigeren. En er iets moois van te maken. En toen moest die meneer Kauvern eroverheen, want er zat allemaal typfouten in. Nou, toen moest Isa Kauvern eroverheen om er een typescript nummer 2 van te maken. Uitgeverij Contact, die is het gaan wijzigen. En in de tussentijd is gelijk Das Tagebuch gemaakt. Oh, sorry. Ja. En via twee kanalen is het terechtgekomen bij The Diary. En dan via het Achterhuis. Dus ja, Le Journal is eigenlijk ook niet te vertrouwen. Want ja, The Diary die heeft in ieder geval nog... Eigenlijk moet je dat hele dagboek van Anne Frank overnieuw schrijven. Kijk, als het zo in elkaar zit, ik wil echt wel weten, wat heeft dat Joodse meisje, want het was een meisje, ze was 15 toen ze doodging. Dat was een meisje. Wat heeft ze nou opgeschreven dan? Ja, ze hebben allemaal meelopen voetbelen dus. Hè? Voetbel die voetbel. Ja, er is een verschil tussen een dagboek en een verhaaltjesboek. En losse vellen, ja, sorry. Wat zijn dat eigenlijk? Nou, ik ben dus echt kwijt. Zo dadelijk gaan we het dus hebben over A, B en C. Ja, is dat volgens jullie, je mag het tegen mij zeggen hoor, is dat A, B en V? Of is dat de vertaling van Das Tagebuch, Le Journal en De Diary? Of is het dagboeken 1, 2 en 3? Het wordt nog heel ingewikkeld hoor. Het is een logische puzzel. Ik ga even kijken wat de eerste volgende paginaat wordt. En ik ben vergeten te kijken hoe laat het was toen ik startte met de opname. En ik wil de opname niet lang maken. Ik heb ook al medelijden met jullie hoor. Hopsa, kom maar. Oelipoelie. Ja. Dit is pagina 288. Nou, de... Ja, dit zijn of de losse vellen. De losse vellen zegt er niks over. En dit is dan het verhaaltjesboek. Of dit is dus dagboeken 1, 2 en 3. Maar in ieder geval in het tweede dagboek, dat is dan dit dagboek, is er geen melding. In het derde dagboek is er ook geen melding. Er is gewoon geen sprake van. En dan hierboven, wel. Moet je kijken, wat een mooie melding.
Anne Frank heeft gewoon slachtoffer. Gewoon, die heeft een hele een soort boodschappenlijst. Wat kostte het in die tijden? Even kijken, als zomerschoenen voor school. Oh, winterschoenen, is ook een leuke. Winterschoenen voor school. 2,50 gulden. Dat is 80 eurocent. Man, dat was goedkoop in die tijd. En dan een paar, dat is dan hier. En deed Anne Frank dat dan? Slachtoffer dus, hè? Oh, 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 oh. Want dit is typografie, hè? Eén paar, één puntje, komma, komma. Eén komma, komma. Eén komma, komma. Eén komma, komma. Eén komma, komma. Hier ook weer. Dan hier met knotten. Ik weet niet of je dat kunnen lezen. Drie knotten, witte wol. Drie, komma, komma, dus knotten. Drie, komma, komma, dus knotten. Gekleurde wol. En dan zet ze hier achter. Er staat een vraagteken of zo. Gek hoor. En dit komt uit het dagboek. Ik wil niet flauw doen, maar dit heb je uit het dagboek gehaald. En dit is dan zo'n florijnteken. Is gelijk. Het zou kunnen zijn, het twee bustehouders kleinste maat. Ga je wel een beetje voelen kriebelen? Ja, dit is echt de echte kriebel van Mozes Kriebel. Die zit tussen je twee grote tenen in, weet je nog. Twee onderjurken. Vijf pyjama's. Eén zomerochtend japon. Maar in dagboek B wordt er verder geen... Die heeft er niks over te vertellen. Die losse vellen komt dit gewoon niet aan de orde. En dagboek C... dat is ook voorlopig niks aan de hand. Dus, laten we maar doorgaan. Hè. We zijn pas op pagina 288. Dus boek is nog een beetje dikker hoor. Is pagina 289. Heeft dagboek B... Heeft er niet veel over te melden. Oh, hierover. Een dagboek C of niet. Koelie, koelie. Ja. En dan hebben we dus hier... weer zo'n boodschappenlijst of zo. Maar dan nu... met namen erachter. Is er iets van Piem of zo? Is er een Koe? M? Jet? Lou? Marianne Keerpop. Zo. Dit is 300, dat is wel duur zeg. Een goede winterrok. Oké. Okay. Fok. Oh, doe ik nou weer. Hier was ik. Hier. Dat is 300, dat is wel een dure zeg. Winterschoenen, dat was. 2,50 en een winterrok is 300. Zo, zo. En een muts is 50 cent. Ja. Dan hebben ze ook allemaal voetnoten erbij. Dus dat zijn voetnoten, dat zijn deze dingetjes. Beetje lopen in, zo maar. Ach, kom op, kom op. Sst. Fok. Zo, en dan, zo, ja. Dat doet dat tweetje daar. Heb jij enig idee?
Ik heb ernaar gezocht, maar ik begrijp er echt helemaal niks van. Hier staat een tweetje en daar staat een viertje of zo. En hier staat een drietje. En daaronder een zesje of weet ik veel wat. En waar gaat het over? Ik kan niet weten. En dan op 22 januari, dat is dan een maand voordat ze komt te overlijden. Oh nee, of is het nou in 45, februari 45 kwam ze te overlijden in Bergen-Belsen. Ja, ruim een jaar voor haar dood. Dan zegt ze, ik wil alleen maar even opmerken dat tandpasta en dergelijke ons nog steeds geleverd worden. Uitroepteken. Wat zijn tandpasta en dergelijke? Ik weet het gewoon niet. Ik vond het een rare ding. Ik race me even doorheen al. Ik lees me even voor. Kitty, dit is dagboek A. Kitty, ik ben net als een verliefde die niets anders te vertellen weet dan van haar schat. Peter is ook inderdaad een schat. Wanneer zou ik hem dat eens kunnen zeggen? Natuurlijk alleen als hij mij ook een schat vindt, maar ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat weet ik heus wel. En hij houdt van zijn rust. Dus in hoeverre hij mij aardig vindt, daar heb ik geen idee van. In ieder geval leren we elkaar een beetje meer kennen. Ik wou maar vast dat we voor veel meer dingen uit zouden durven komen. Maar wie weet komt die tijd gauwer dan ik denk. Zo een paar keer per dag krijg ik een blik van verstandhouding met van hem. Ik knipoog terug en wij zijn en we zijn alle twee blij. Ik lijk wel gek om van zijn blijheid mee te praten, maar ik heb het onweerstaanbare gevoel dat hij net zo denkt als ik. En hier staat dan ondertekend je Anne M. Frank. En dat is dan Mary of Maria. Hoppie loppie, dit is niet de bedoeling. Nou weer gedaan. Dankzij. Kijk, en nu heb je een dagboek C. Heb je dus wel een heel verhaal, hè? We hebben net meegemaakt dat je dus in A stond van alles. Hè? En in B en C stond helemaal niks. Hè? En hier heb je dus dat je in A en C. Ik kan het nu al even gaan oplezen, maar het is echt letterlijk dezelfde tekst, hoor. Maar ik ben geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ja, dat gaan we zo dadelijk nog wel merken. Het was gewoon een geile teef volgens de staatsuitgeverij. En dat neem ik ze in hoge mate kwalijk. Dat mag toch? No woman, no cry, weet je nog? Maar in dagboek C wordt er nu wel eventjes van gesproken. En in dagboek C gaan we dan ook even lekker. Heb je dus een hele andere ondertekening. Ja, hier staat je Anne. En daar staat je Anne en Frank. Ja. Maar waar gaat het nou over? Heeft zij dit twee keer opgeschreven? Ja. Nou, mijn gok, ja, is dat er meerdere partijen aan het werk zijn gezet om dit dagboek maar in te kleuren. En de bedoeling was dat dat geïntegreerd uitgegeven zou worden.
Er zit hier een mug in mijn woning. Ik moet even... Hop, ik heb hem. Oh, moet ik wel vasthouden. Ja, ik heb die mug heb ik vast. Het is bijna winter, maar je hebt nog steeds muggen hier. Hij zit momenteel in mijn bierglas. Jeetje, wat een spannend natuuravontuur wordt dit, zeg. Moet er een blaadje tussen? Kijk of ik nog heb. Ja, ik heb hem. Nou, maar open. Ja, die mug die zit wel rustig. Die laat ik zo dadelijk wel los. Maar snap jij hem nog? Dit. En nou je boodschap wordt. Je hebt deze. Ja. En je hebt dus die. En zo'n paar keer per dag krijg ik een blik van verstandhouding van hem. Ik knip oog terug en wij zijn alle twee blij. Daar staat hij boven de zaal. Zo'n paar keer per dag krijg ik een blik van verstandhouding van hem. Ik knip oog terug en we zijn alle twee blij. Ja, dit is gewoon één dagboek, de dagboeken. Ik snap het echt niet. Dit vind ik ook een rare pagina. Dus in het in C is er gewoon niks gezegd. Hè. In B ook niet. Er waren de losse vellen of zo, weet ik veel. En dan hier. Beetje, ja, toch van, volgende keer scan ik het beter in. Op een artikel van professor Dr. Sleeswijk in de Telegraaf over de bacteriën bij het zoenen. Zoengevaar. Ik las van professor Sleeswijk. Wees niet scheutig met uw kus wegens overspringgevaren van den keelpijn, kiem, forus. Zoen geen baby's als ze u lief zijn. Geef ook anderen geen zoen. Doe maar of ze op den bon zijn. Zoen een karig zoenrandzoen. Want formaties keelmicroben staan ten alle tijde klaar. Een paar miljoen van haar naar hem toe. Een paar miljoen van hem naar haar. Dan krijg je streepje, 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 streepje. En dan, nu ga ik dus eventjes heel erg... Ik moet nu even braken. Nou, wat staat hier? Heeft Anne Frank in het dagboek Italic gebruikt... uitgelijnd en die streepjes die stonden er ook tussen. Dit is een scan van de Telegraafpagina of zo. Die zat bij het dagboek. Ja, ik vraag het maar. Maakt mij niet uit. Maar ik geloof het niet. En er zat hier nadruk verboden. Ja. Oké. En dit is wel heel vies trouwens. Wie of er gezoend wil wezen en wie er gezoend wil zijn. Ik denk dat op de meeste briefjes dan zo ongeveer zou staan. Wie een kievitsei wil vinden moet soms door een slootje gaan. De maaginhoud van Perry Winkle, die ook wel zo'n eikel wordt genoemd, stroomt momenteel over de microfoon die hij liever had gezoend. En dat is een gedicht van
Klinge Dorenbos. Nou, als je die kuthoer terugkomt. Nee, nu ga ik over de scheef. Nee, dat mag je niet doen. Nee, dat neem ik terug. Sorry, Klinge. Klinge, als je nog leeft. Sorry. Bedoel, het is een smerig stukje tekst wat je getypt hebt. Daar zijn we het wel eventjes over eens. Heb je helemaal niks mee te maken. Ba. Bedoel, taal mag gebruikt worden om te vertellen of oom Piet nou verleden voorjaar overleden is of het jaar daarvoor. Daar gebruikt men taal voor. En is de echte soep echt niet aangebrand? Want het ruikt zo raar in de keuken. Het zijn hele verstandige dingen om taal ervoor te gebruiken. Het scheelt je echt aangebrande ertessoep. Als je er heel snel bij bent, dan kan je de ertessoep nog net redden. Maar als je je bek niet open doet over een mogelijk verbrande ertessoeplucht, ja, heb je mooi geen avondeten, lul. Je moet allemaal opletten en niet alles laten afhangen van Klinge Dorenbos. Want dat zou ik zeker niet doen. En nadruk verboden, ja, dat lijkt me nog wie dat is. En het gaat over een gedicht. Oh, dat is een 7 juni 1944 verschenen. Oké. Het artikel verscheen in de Telegraaf van 7 juni. En het gedicht, dat was een dag later. Oké. En het artikel, wacht even hoor, dit snap ik niet. Is het nou 7 of 8? 7 juni 1944. En het gedicht van Klinge Dorenbos op 8 juni. Oh. Ik kan het niet connecten. Ik weet niet wat het is. Een vies peukerij. Meer niet. Paginavulling. Of zoals die onwetenden zeggen. Illuminati. Is een Illuminati, man. Lijkt het wel op, hoor. Kijk, hier heb je weer een heel ander verhaal. Want we hebben dus heel veel gehad over dat met name dagboek A aan het woord was. Maar nu krijg je dus een heel andere story. Want hier is dagboek A totaal leeg. Dat zijn namelijk de dagboeken van Anne Frank. Dus ja, elk dagboek moet een beetje aan het woord komen. Hè? Nou. Ja, dat is 2 uur de thermometer. Ja, de vorige pagina heb ik niet ingescand. Ik begin hier. Nou, daar. Kan men op zo'n manier eigenlijk beter worden? Het ergste vond ik wel als meneer doktertje ging spelen en met zijn pomadehoofd, het woord ken ik niet hoor, maar pomadehoofd, een bolle kop of zo, op mijn blote borst ging liggen om de geluiden daarbinnen af te luisteren. Ja, nu begrijp ik dat jullie, nu gaan jullie dit uitzetten, dat je snapt, gewoon Perry, ik weet al helemaal waar je naartoe gaat. Been there, done that, got the t-shirt. Ik ga nu gewoon een rauwe, bedorven kip eten. Ik zet dit uit. Ik ga gewoon naar Ajax tegen PSV kijken. Maar dit is dus het dagboek van Anne Frank. Hè? Maar dan niet dagboek A. Hè? Dit is, even voor alle duidelijkheid, hè? Dit is dus dagboek B. Hè? Niet alleen dat zijn haar me verschrikkelijk kriebelde. Ik geneerde me, ondanks dat hij eens 30 jaar gestudeerd heeft en de artsentitel heeft. Wat heeft die, wat heeft die vent aan mijn hart te gaan liggen? Hij is mijn geliefde toch niet? Trouwens, wat daarbinnen gezond of niet gezond is, hoort hij toch niet. Zijn oren moesten eerst uitgespoten worden,
daar hij angstig veel op een harthorende gaat lijken. Maar nu vaak genoeg over de ziekte. Ik ben weer kiplekker. 1 centimeter gegroeid. 2 pd. Ik denk dat daar pond mee bedoeld wordt. Dus 1 kilo aangekomen. Bleek en leerlustig. Nou, dus, dit heeft dus slachtoffer geschreven toen ze 13 was. En in haar familie is het dus kennelijk normaal dat meneer PF, die ging doktertje spelen met een 13-jarig meisje. Dat komt eigenlijk op neer. Dus Anne Frank, die zat gewoon in een familie. En dan gaat meneer Pff, die gaat doktertje spelen. En het is allemaal heel normaal. En uiteindelijk... Je bent 1 centimeter gegroeid. Je bent 1 kilo aangekomen. Je bent nog steeds niet pigmentvol. Bleek namelijk. En een lekker doorleren, meisje. Weet je waar mijn hoofd ook nog neer kan liggen? Om te horen hoe het van binnen klinkt. Maar goed, je snapt wel, dat is maar 1 dagboek, dus dat zegt helemaal niks. Hè. Dat is maar 8 dagboek A zegt er niks over. Hè. Dagboek A heeft Otto Frank het eruit gehaald, denk ik. Ik snap het echt niet hoor, ik zou het niet weten. Maar Otto, ja, in dagboek A staat er niks over. Dat die vent dus, die heeft dus 30 jaar... Fokke, sorry. Oei. Ja, zo moet je dan. Ja, dus dit was dagboek A. En het heeft dus Otto Frank eruit gehaald. En in dagboek B staat dus dat iemand die dus 30 jaar gestudeerd heeft. Nou, als je je studie begint op je 18e, dan ben je dus 48. En Anne, die was 15 toen ze crepeerde in Bergen-Belsen. Dus ze was dus bij deze, ja, dan kan je er maar uit, maar ze 13 of 14 of zo, hè. Dat was dan een, gewoon een meer dan 30 jaar oudere man. 40, ja, 30, even kijken, 30 plus 18, 48, minus 13. Nou. Dan voel je hem wel. Ja. Maar zo was Anne Frank en die slachtoffer, zeg maar, die voelde zich daarna weer kiplekker. En natuurlijk wil je weten van is mijn dagboek B en dagboek C dan? Nou, ja, dagboek C heeft daar een heel ander verhaal over. Want daar is er niet langer sprake van meneer Pff. Ja. Hier staat meneer Pff. Maar hier gaat het over meneer Dussel. En die ging doktertje spelen. Om met zijn pomadehoofd, en dat is dan wel weer hetzelfde, op mijn blote borst ging liggen. Om de geluiden daarbinnen af te luisteren. Niet alleen dat zijn haar me verschrikkelijk kriebelde, ik geneerde me ondanks het feit dat hij eens 30 jaar geleden gestudeerd en een artsentitel heeft. Kijk, en dit is dus fout Nederlands. Kijk, hier staat gestudeerd heeft en de artsentitel heeft. En daar staat een spatie. Och, wat is het erg, man. Hier staat een spatie tussen artsen en titel. Hier niet. En dit is correct. Ja. Maar hier staat gestudeerd heeft. Ja, en de artsentitel, verkeerd opgeschreven, heeft. Maar dat heeft, dat is dus goed. Ja, dit klopt. Heeft en heeft. En dit mag niet. Gestudeerd en de artsentitel heeft. Dat klopt niet.
Dat is een ander zo'n grapje van... De man stak de straat over en zijn pijp op. Dat is niet correct. De man stak de straat over en stak zijn pijp op. Dan heb je twee keer stak. Maar dan, ja. Dan moet je wel wat anders verzinnen. Maar dit is dus niet goed. Wat heeft die vent aan mijn hart te gaan liggen? Nee, hij lag natuurlijk niet aan haar hart. Hij lag op haar tieten. Waar denk je dat de tieten van een vrouw zitten? Hij is mijn geliefde toch niet? Ja, even kijken hoor. Ja, dat staat hier ook. Zijn oren moeten eerst uitgespoten worden, daar hij angstig veel op een hardhorende gaat lijken. Dat is hetzelfde. Maar nu genoeg over de ziekte. Ik ben weer kiplekker. Een centimeter gegroeid. 2 pond. Kijk, hier staat dus een centimeter gegroeid. Daar staat 1 centimeter gegroeid. Hier staat 2 pd. Hier staat 2 pond. En dat is het verschil tussen C en B. Dit is onze staatsuitgeverij, hè? Pagina 445. Ik denk dat elke pagina die heeft iets van 2000 euro gekost. In de destijdse valuta. Fok, mijn mug is ontsnapt. Oh nee, hij zit er nog onderin. Oké. Okay. Wow. Oh, oh, oh. Het wil ik aan het vliegen. Ik laat hem zo dadelijk lossen. Pakken we de volgende, ja? De ergste pagina met de allergesmerigste seks, die komt er nog aan. Dus ik bewaar het lekkerste voor het laatste. Net omdat het echt een goede. Ja, wat ik alweer goed. 4-4-5. Deze. Kijk, hier zie je dus weer. Wat enorm verschil is tussen de dagboeken. Want het dagboek A, daar zitten tekeningen bij. En dagboek B heeft over deze dag niks te zeggen. En dagboek C, hè, dagboek B heb je op de vorige pagina kunnen lezen over dat hij toen wel lekker mee aan het babbelen was. Maar dagboek C heeft dan weliswaar iets te zeggen, maar geen plaatjes. Ik zal even een stukje voorlezen. Vrijdagavond heb ik voor het eerst in mijn leven iets voor Kerstmis gekregen. De meisjes Kleiman en Kukler hadden weer een heerlijke verrassing voorbereid. Miep heeft een heerlijke kerstkoek gebakken waar, quoteje, vrede 1944, quoteje slaat, op stond. Een pond boterkoekjes van vooroorlogse kwaliteit verzorgde Beb. Voor Peter, Margot en mij was er een flesje yoghurt, en voor de volwassenen elk een bier. Alles was weer zo leuk ingepakt en deze leuke plaatjes, voetnoot nummer 2, waren op de verschillende pakketten, voetnoot nummer 3, geplakt. De kerstdagen zijn voor ons verder gauw voorbij gegaan. Dagboek B heeft niks te zeggen. En nu lees ik dagboek C me even voor. Dat heeft dus geen plaatjes. En het luidt als volgt. Lieve Kitty, vrijdagavond heb ik voor het eerst van mijn leven iets voor Kerstmis gekregen. De meisjes, Koophuis en Kraler hadden weer een heerlijke verrassing voorbereid. Miep
heeft een kerstkoek gebakken waar, quote open, vrede 1944, quote sluit, op stond. Een pond boterkoekjes van vooroorlogse kwaliteit verzorgde Ellie. Voor Peter, Margot en mij was er een flesje yoghurt en voor de volwassenen elk een flesje bier. Alles was weer zo leuk ingepakt en de plaatjes waren op de verschillende pakjes geplakt. Sorry. De kerstdagen zijn voor ons verder gauw voorbij gegaan. Er is een puzzel in de krant en die heet Zoek de zeven verschillen. Hè? Wat is hier verschillend? Hebben jullie het al gevonden? Kijk, de kerstdagen, ik zal even wat aanwijzen. Dit. Deze. De kerstdagen zijn van ons verder gauw voorbij gegaan. Die staat hierboven ook. Ja, zo. Ja. De kerstdagen zijn voor ons verder gauw voorbij gegaan. Hetzelfde. Leuke plaatjes. Ja, hier, bij de bovenste plaatjes is er een voetnootje bij. Voetnootje 2. En bij de pakketten voetnootje 3. En hieronder heb je dus plaatjes zonder voetnootje. En pakjes. Ja, pakketten. Plaatjes van de pakjes. Oh ja, hier waren het pakjes. En daar zijn het pakketten. Ik geef je even de tijd. Waar die begint. Kijk, hier staat de meisjes Kleiman en Kugla. En Miep, die heeft de koek voorbereid. Hier zijn het de meisjes Koophuis en Kraler. Die Miep, die klopt dus. En hier heb je ook een Miep. Miep, hij heeft een heerlijke kerstkoek gebakken. Ja. En hier heb je dus ook Miep, hij heeft een kerstkoek gebakken. Ja. En die pond boterkoekjes, die was van Ellie. En wat is dan hier? Hier is een pond boterkoekjes van vooroorlogse kwaliteit. Die had Beb gemaakt. En hier was het dus Ellie. Een pond boterkoekjes van vooroorlogse kwaliteit verzorgde Ellie. Hierboven. Een pond boterkoekjes. Van vooroorlogse kwaliteit verzorgde Beb. En dit is de staatsuitgeverij. En die voert ons dit. En weet je gelijk dat als je hieraan meedoet, dan heb je je eigen doodsvonnis getekend. Selling your soul, selling your soul, selling your soul. Ik snap niet dat ze dit uitgegeven hebben. Dit hadden ze misschien beter verborgen kunnen houden. En waarom in het ene stuk van dagboek A wel plaatjes en dan is C niets van diezelfde dag? Ja, kom op. Ik snap het niet, hoor. Ben ik aan het einde gekomen al? Wacht even, hoor. Oh. Ja, volgens mij is dit het einde. Ja, yep. Dan heb ik nog eentje te gaan. En dat wordt echt een smerige pagina. Dan gaan we gewoon richting porno. Gewoon hard tegenin. Als het goed is, heb je hem al nu aanvoelen komen. Dus ik kan gewoon op de stop-record drukken. En jullie hartstikke bedankje wel zeggen dat je deze spannende intro hebt willen afluisteren.
En dan ga ik dus zo dadelijk, ik denk echt vanavond nog, die laatste pagina in scannen. En dan krijg je die ook nog. Hey, hartstikke bedankt mensen dat je hier naar geluisterd hebt. En op z'n Duits zou ik willen zeggen tjus en dag lieverds.